Hey iedereen en welkom in een nieuwe video waarin ik het met jou eventjes wil hebben over obstakels. Obstakels op je pad, omdat die uiteindelijk twee redenen hebben. En ja, hoe kan het ook anders dan dat die een aantal redenen hebben en verschillende redenen hebben, want we leven in een wereld van dualiteit. Nu, de aarde is een school waarin dat we leren hoe dat we kunnen vormgeven en manifesteren. En omdat er eigenlijk nog te veel in de weg staat om meester manifestators te worden, en eigenlijk vooral te zijn zoals dat we oorspronkelijk ooit geweest zijn, waren, komen obstakels en uitdagingen tegen op ons pad. En allemaal met als doel om oud trauma en de pijnen die eigenlijk opgeslagen zijn in ons fysieke lichaam, in ons DNA, om die uit te zuiveren. En dat is hetgeen dat eigenlijk nu ook op een heel grote schaal aan het gebeuren is, dus eigenlijk collectief aan het gebeuren is. Want hoe dat je het ook draait of keert, de meerderheid van de mensen leven nog vanuit bewustzijn van de kuddedieren, als ik de vergelijking zo mag maken, om het heel eenvoudig te maken. Waardoor dat ze eigenlijk als een kudde schapen achter elkaar aanlopen, in elke situatie die in hun leven gebeurt. En deze mensen zijn eigenlijk op dat moment nog afgesneden van hun innerlijke leiding en van hun wijsheid. Dus eigenlijk van hun ware essentie van hun ziel. Waardoor ook nu weer, vooral door de angst die verspreid wordt, eigenlijk vooral de angst gevaarlijker is dan het virus waar we nu op dit moment mee geconfronteerd worden. En ik zeg ook bewust niet de naam van het virus. Want alles wat hij uitspreekt wordt ook een stukje versterkt. Dus ik zeg gewoon virus en iedereen weet waarover ik op dit moment het heb. Nu, of het nu over dit virus gaat of een ander virus, uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer. En begrijp me niet verkeerd, ik heb alle respect voor de maatregelen die genomen worden hier in België en in andere landen. Ook al dwarsbomen die de plannen die ik had om eind deze maand te reizen, maar dus ook dat is weer iets waar dat we als obstakel mee moeten omgaan en moeten kijken wat heeft mij net te leren, wat wordt er in mijzelf getriggerd en hoe kan ik dat op vanuit een hoger bewustzijn eigenlijk mee omgaan en aanpakken. Nu, de bedoeling van die maatregelen is eigenlijk dat we ervoor zorgen dat het virus niet verder verspreid wordt. Maar dat betekent dus dat we een stukje aan onze vrijheid moeten inboeten. Het is zo. En niet anders. Niettemin confronteert dat eigenlijk vele mensen ook met het feit hoe dat ze vastzitten in het systeem. Want denk maar aan hoeveel ouders er nu wel niet rekenen op de scholen voor de opvang van hun kinderen, omdat ze moeten gaan werken. Nu worden plots scholen gesloten en weten mensen niet goed waar ze naartoe kunnen. Anders gaan ze naar de grootouders, maar ook dit wordt in dit geval afgeraden. Wat zie ik nog gebeuren? Vele mensen lopen naar de winkels uit angst dat er geen voedsel meer zou zijn. Maar terwijl dat er daar totaal geen sprake van is. En al deze gedragspatronen komen eigenlijk allemaal voort uit angsten die we geërfd hebben uit vorige levens. En ook via voorouderlijke patronen. Dus voorouderlijke lasten eigenlijk. En ik zal ook uitleggen, verklaren. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Op dit moment worden door het virus en alles die ermee te maken heeft. Oude, onbewuste herinneringen aan vorige pandemies of grootschalige ziektes, waarbij dat er helaas ook sterfgevallen zijn, worden we eraan herinnerd. Maar ook niet alleen aan het feit dat dat er is, maar ook aan het feit dat we daardoor dierbaren verliezen. Herinneringen over hoeveel zielen we wel niet afgezien hebben en geleden hebben in het verleden, naar aanleiding van dergelijke ziektes. Dat wordt nu allemaal getriggerd. Maar ook collectieve angsten die eigenlijk ontstaan zijn tijdens de ondergang van de gouden beschavingen van Lemurië en Atlantis, laten onze systemen, dus eigenlijk ons fysieke lichaam en eigenlijk de angsten en de herinneringen die nog in ons lichaam zijn opgeslagen, dat zorgt er eigenlijk voor dat het allemaal gedaverd wordt. We daveren op ons grondvesten. Want we worden herinnerd aan iets dat we ooit al eens hebben meegemaakt en we zijn eigenlijk bang om opnieuw weer in datzelfde verhaal terecht te komen. En dat gebeurt allemaal met het doel dat we eigenlijk ons zullen bewust worden van de erfelijke lasten dat we tot nu toe nog steeds meedragen. Op emotioneel vlak, energetisch en dus ook fysiek niveau. Want iets wat je meegemaakt hebt
in dit leven, maar ook uit vorige levens, en niet alleen waar jij als ziel, maar eigenlijk vanuit jouw familielijn komt, dat werd eigenlijk meegegeven via DNA, via jouw lichaam. En daarom is het ook belangrijk dat je fysieke lichaam ook uitgezuiverd wordt. De titel van de video is Obstakels en problemen op je pad tijdens de bewustwording, want uiteindelijk gaat het allemaal hierover, hebben altijd twee doelen. En dat is een boodschap dat mijn gidsen mij deze nacht hebben meegegeven. Het eerste doel is eigenlijk om jouw lessen te laten leren. Om je te laten ontdekken dat je altijd de keuze hebt en om jou te tonen dat je niet vastzit, ook al heb je wel dat gevoel. Ze dagen je eigenlijk uit om anders te gaan denken. Dus de eerste en voor de meeste mensen is in het begin van een ontwaking dit de belangrijkste reden van de obstakels die op je pad komen. Namelijk verdere bewustwording, verdere ontwaking, verdere verruiming van je bewustwording. En hoe gebeurt dat? Wel, namelijk via wrijving. Via obstakels gaan we immers het meeste gaan leren. Bovendien krijg je eigenlijk op die manier ook telkens de kans om emotionele lasten die bovenkomen, oude gedragspatronen waar je tegenaan loopt, beperkende verkeerde overtuigingen die je bewust van wordt, dan krijg je eigenlijk de kans om die te gaan transformeren. Te gaan verplaatsen, te gaan vervangen door meer gezondere, vanuit een hogere bewustzijn, die beter bij je passen, beter passen bij wie dat je nu op dat moment bent. En dus, wat doe je eigenlijk op dat moment? Je transformeert dat eigenlijk allemaal. Dus eigenlijk ga je je volledig systeem gaan zuiveren. Niet alleen op mentaal, emotionele, fysieke en ook, dus ook op het energetische. Dus eigenlijk op elke laag van jouw zijn, van wie dat je bent, ga je eigenlijk alles gaan transformeren. Een tweede reden waarom dat je obstakels op je pad tegenkomt, is eigenlijk doordat je aan het leren bent om een meester manifestator te worden. Dus doordat je eigenlijk leert hoe dat je kan manifesteren op een zuivere, correcte manier, krijg je eigenlijk obstakels op je pad, zodanig dat je de kans krijgt om te gaan evalueren, te herevalueren, over te gaan bezinnen van wat wil ik nu eigenlijk echt? Is de droom of de wens waar ik dan nu, die nu in mijn gedachten zit, wel hetgeen dat ik echt wil gaan vormgeven? Of is er iets waarover dat ik eigenlijk nog niet eerlijk ben tegenover mezelf? Is er iets dat ik nog niet doe omdat ik denk hiermee iemand anders schade te berokken? Misschien is er zelfs hier een deel van je pad hier op aarde nog niet helemaal duidelijk. Of saboteer jij jezelf nog eigenlijk door telkens weer te gaan twijfelen aan je intuïtie en aan je innerlijke leiding, waardoor je telkens opnieuw in die angsten en in je oude patronen gaat gaan vervallen. En dat betekent dat op het moment dat je met dergelijke obstakels geconfronteerd wordt, dat eigenlijk op dat moment die angsten vergroot worden. Dus je angsten, de angsten die ergens wel nog zitten in je systeem, ook al ben je niet altijd daar heel bewust van, die worden op dat moment eigenlijk weer getriggerd. En dat is hetgeen wat dat trouwens de afgelopen weken op collectief niveau ook gebeurd is en nog verder aan het gebeuren is. Dus het is belangrijk dat je ook het grotere geheel ziet van alles wat er gaande is in de wereld. Nu, het feit dat je geconfronteerd wordt met je angsten betekent ook niet dat je moet keuzes maken vanuit angst. Want dat zorgt er alleen maar voor dat de situatie waar we nu als collectief mee geconfronteerd worden, eigenlijk nog meer gaat gaan gevoed worden. Dus het is belangrijk om echt het grotere geheel te gaan bekijken. Dat je echt gaat gaan mediteren als je dat kan. Gaat gaan contact maken met je innerlijke leiding. Om uit die angstgevoelens te gaan. Om uit die piekerende gedachten te gaan. En contact te maken met je innerlijke zelf. Om te gaan luisteren van wat is hier nu eigenlijk de bedoeling? Wat is er nu eigenlijk gaande? En om jou al op weg te zetten. Wat is er gaande? Wel, het systeem, het kader, de matrix van de 3D en het systeem, het energetisch systeem van de 5D, zijn eigenlijk naar elkaar aan het toegroeien. Wat dat wrijving en spanning met zich meebrengt. Want twee zaken kunnen niet tegelijkertijd rond de aarde bestaan. Ja, voor een stuk wel, maar op een bepaald punt moet het ene wijken voor het andere. En je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met twee sterren die in elkaars buurt komen, voordat er nog een heleboel puin en rotsen en stenen en hemellichamen rondhangen. En van zodra dat die eigenlijk dichter bij elkaar komen, in elkaars energieveld komen, beginnen die buitenste stenen en die buitenste lichtlichamen of hemellichamen, of hoe je het ook wil noemen, eigenlijk te botsen met elkaar.
En dat is eigenlijk hetgeen wat er nu ook aan het gebeuren is op aarde. Vergeet niet, alles wat er gebeurt is voor ieders hoogste goed. Ook al lijkt dat niet altijd zo in de realiteit. En dat is ook het stukje dat we aan het leren zijn, dat we meer en meer mogen vertrouwen op het grotere geheel. Dit virus, waar we nu allemaal tegenaan kijken, waar we allemaal mee geconfronteerd worden, is immers een creatie van ons mensenbewustzijn. En dus eigenlijk het resultaat van keuzes die we gemaakt hebben vanuit het lagere bewustzijn, dat de meeste mensen nog hebben. Uiteindelijk, we creëren dit zelf. Dus moeten we nu ook een stukje op de blaren gaan zitten. En na de bosbrand in Australië is het virus eigenlijk ook weer een manier om de energie op aarde te gaan balanceren en om misbruik van energie te gaan kanaliseren. Want uiteindelijk zijn we slechts de gast op aarde. En de vraag is nu eigenlijk of dat virus die massale ontwaking teweeg zal brengen, wat dat iedereen over spreekt. Of misschien is het zelfs zo dat er nog meer gaat nodig zijn de komende jaren om die grote massa van mensen, van zielen, wakker te schudden. Zodanig dat we als mensheid gaan beseffen dat we verkeerd bezig zijn. Dat de dingen waar we denken dat waarheid is en de dingen dat we denken dat echt zijn, dat we eigenlijk gaan inzien dat dat illusies zijn. Dat dat dingen zijn dat we zelf gecreëerd hebben. En meer nog, dat we gaan beseffen dat we allemaal aan dezelfde kant van de lijn moeten gaan staan. Er is niemand een vijand en er is niemand de schuldige. We moeten allemaal dezelfde richting uitkijken voor ieders hoogste goed. Want uiteindelijk, je bent niet meer of minder dan je buurman of buurvrouw. En Europeanen zijn niet beter dan Chinezen en Amerikanen zijn niet krachtiger dan gelijk welk ander ras. Ongeacht welke overtuiging je ook hebt, elk van ons, elke ziel hier op aarde, elk levend wezen op aarde heeft zijn eigen talenten en heeft zijn eigen reden om hier op dit moment aanwezig te zijn. En niet omdat we een bepaalde nationaliteit dragen, maar wel om de energie die we belichamen, de energie die in ons lichaam woont. Ik zie mezelf als een wereldburger. En net daarom zie ik het ook als mijn verantwoordelijkheid om dit met jullie te delen. En net daarom is het ook een van mijn taken om te doen wat ik doe. Boodschappen channelen en meer informatie meegeven over wat er eigenlijk in de drie wereld, in de realiteit, wat we met ons fysieke ogen kunnen zien en fysieke oren kunnen horen. Maar er is zoveel meer aan de hand dan wat de meeste mensen op dit moment zelfs maar kunnen vasthouden, kunnen begrijpen. En ik schreef er een aantal dagen geleden of vorige week een blog over. Angst is als vergif voor je ziel. Angst is vergif voor het leven, voor jouw leven. Dus laat angst je intuïtie niet verdoezelen. Want die fout hebben we al meerdere keren gemaakt in de evolutie van de mensheid, van de aarde. En het is belangrijk dat we gaan beseffen dat we nu als mensheid eindelijk klaar zijn om die shift te maken. Om verantwoordelijkheid te nemen voor wat onze voorouders en velen van ons toen als zielen, maar in een andere incarnatie, ook gecreëerd hebben. Wat er nu in de wereld gaande is, werd en wordt nog verder eigenlijk door het collectieve onderbewustzijn gemanifesteerd. Dus, dat betekent dat we ook in staat zijn om dit virus te transformeren door middel van onze gedachten, door middel van op welke manier dat wij gaan denken, op de manier waarop dat we de wereld gaan zien, de manier waarop dat we naar elkaar in interactie trainen. Waarom? Om verder verspreiding in de kiem te gaan smoren. Dus, voel jij op dit moment de collectieve energie van angst, dan is het belangrijk om hier heel bewust mee om te gaan. Dus kijk niet naar media of naar het nieuws of lees geen kranten als je nu reeds die angst voelt, want dat gaat enkel maar nog versterkt worden. En je gaat die eigenlijk nog meer die bron van angst gaan voeden. Dus probeer dat te vermijden, zoveel mogelijk te vermijden. Zorg gewoon dat je op de hoogte blijft van de maatregelen die genomen worden en laat het dan tegelijkertijd ook weer los. Vertrouw je intuïtie, want dat zal je vertellen wat jij nu nodig hebt. Zorg goed voor jezelf, want deze pandemie laat ons eigenlijk massaal naar binnen keren. Letterlijk en figuurlijk. Hè. We moeten dus zoveel mogelijk binnenblijven, thuiswerken, scholen zijn gesloten en noem maar op. Hè. Dus we worden eigenlijk van buitenaf gedwongen
om aandacht te hebben voor onze fysieke gezondheid, of dat je het nu beseft of niet. Maar je fysieke gezondheid, hangt ook nauw samen dus met de kracht van je energetische systeem. Dus van je chakras en je energiebanen, je meridianen, hoe dat je het ook allemaal wil noemen. Dus eigenlijk met je lichtlichaam en wie dat je in wezen bent. Dus door je fysieke lichaam te gaan versterken, door je energetische lichamen te gaan versterken, zorg er eigenlijk voor dat je weerstand een boost krijgt. Waardoor je gemakkelijker, mocht je met virus in contact komen, veel gemakkelijker dat kan tegen gaan vechten. Waar raad ik nog aan om te doen? En dat zijn zaken die ook gechanneld zijn, dus dat ik niet zomaar uit mijn duim zuig. Maar denk bijvoorbeeld aan nemen van natuurlijke supplementen, zoals vitamine C of zink. Denk aan het dagelijks nemen van tinctuur van Echinacea, dus de druppeltjes en niet de pilletjes. De druppeltjes zijn beter omdat ze sneller door je lichaam kunnen opgenomen worden. Maar ook bijvoorbeeld drinken van citroenwater, dat zijn allemaal zaken die helpen om je immuunsysteem te gaan versterken. Denk ook verder aan de krachten van etherische oliën, want die zijn op dit moment meer dan welkom. Zoals bijvoorbeeld eucalyptus, waarbij dat je eigenlijk je luchtwegen gaat gaan ondersteunen. Denk aan tea tree en thieves. Beiden eigenlijk om ook virussen en bacteriën te lijf te gaan, maar ook om je weerstand te gaan versterken. Dus thieves is een tea tree is een gewone essentiële olie van één plant. Maar thieves is eigenlijk een blend, dus een mengeling van verschillende oliën. Nu, als je daar interesse aan hebt, zelf gebruik ik de olie van Young Living, omdat die gekweekt en geperst worden in eigen beheer. Met respect voor de aarde. Ik heb veel verschillende oliën geprobeerd. En mezelf en mijn kinderen een soort proefpersoon gebruikt om te gaan kijken, omdat wij zo gevoelig zijn voor oliën. En eigenlijk voor alles wat dat niet natuurlijk is. Dus van zodra dat er eigenlijk iets van chemische of niet natuurlijke stoffen in zitten, dan gaat ons lichaam erop reageren. En dat is hetgeen wat ik met de oliën van Young Living niet heb. Dus dat is de reden waarom dat ik die olie gebruik. Maar voel je vrij om daarin je eigen intuïtie te volgen. Maar zorg wel dat je natuurlijke en dus geen chemisch gemaakte olieën gaat gaan gebruiken. Want dat bestaat natuurlijk ook. Ik zal misschien een linkje in de box hieronder zetten, zodat als je daar interesse aan hebt, dat je kan kijken wat die olieën van Young Living zijn. Wil je er bestellen en heb je hulp nodig, mag je mij gerust contacteren. Maar dat is niet de bedoeling van deze video. Maar dus, etherische olie gebruiken is echt een aanrader. Drink verder veel water, want dat helpt je lichaam om afvalstoffen af te scheiden. Dus als je kan, kies dan ook voor vitaal water met een lage zuurtegraad. Dus als je water koopt in de winkel, kijk dan eigenlijk aan de achterkant en daar staat altijd de zuurtegraad op. Dus kiest minstens 7 en hoger, dus 7, 8, 9 of 10. Dat gaat je lichaam op dit moment ook heel hard helpen. Verder is het belangrijk om heel bewust te zijn van nieuwe gedachten, dus nieuwe positieve gedachten te kiezen. Want uiteindelijk is alles altijd een keuze. En als je kan kiezen tussen een negatief rampscenario of een positief scenario, ja. Waarom zou je dat negatieve kiezen als je het positieve kan kiezen? Want tenslotte trek je ook aan wat je denkt. En nog meer, als je daar emoties en gevoelens aan koppelt aan die gedachten, dan kan je dat heel snel gaan manifesteren. En dat is niet iets wat we op dit moment nodig hebben. Hieruit voortvloeiende zou ik ook willen vragen om op regelmatige basis heel bewust liefde naar de aarde te sturen. Je kan dat gewoon zien in je hoofd of visualiseren en eigenlijk vanuit je hart. Liefde stuurt naar de aarde, naar je dierbaren en roep de gouden straal, dat is een goddelijke straal, dat is energie die voorhanden is voor iedereen, naar de aarde om iedere ziel, elk levenwezen te omhullen en op te laden met die hoge energie van de gouden vlam, de gouden straal. Je zou je kunnen voorstellen dat jij zelf groter bent dan de aarde en dat eigenlijk de aarde tussen jouw twee handen kan houden. Of hij hangt hier, jij bent groter en je kan via jouw handen dan eigenlijk energie sturen, gouden energie sturen naar de aarde. En dus eigenlijk zelfs gewoon door enkel te zeggen, ik stuur gouden energie naar de aarde, dank u, dan werkt het eigenlijk al. Dus echt met uw intentie kunnen we heel veel zaken gaan bereiken.
Wat wil ik verder nog geven? Dus focus op liefde, want uiteindelijk creëer je zo ook jouw realiteit. Vertrouw op je intuïtie en wees heel bewust van je gedachten. Verder kan je ook met de violette vlam, de violette straal gaan werken om dagelijks je eigen energie te gaan reinigen. Want zoals ik zei, hoe sterker je energiesysteem, hoe sterker je fysieke lichaam wordt. En dat kan je heel eenvoudig doen door te zeggen of te denken van ik roep de violette vlam aan en ik vraag de alle negatieve gedachten, alle angsten, en dat kan je invullen wat je zelf nog wilt, om dat allemaal te transmuteren. En ik vraag vervolgens de gouden vlam om mijn lichtlichamen te reinigen en te helen. Dank u. Ik zal anders die zin ook hieronder in het boekje, de box zetten, zodanig dat je weet wat hij kan zeggen. Je kan ook de lichtwezens van eenheid en jouw eigen gidsen vragen om ondersteuning. Wat nog verder? Wat had ik nog opgeschreven? Als je jou ziek voelt of je energie is verzwakt, doe dan beroep op de emerald groene straal. Dus dat is eigenlijk een groene straal. Voor healing en kan je hulp vragen aan aartsengel Raphaël. Of ook met je lichtwezens van eenheid en je eigen gidsen. Om eigenlijk je lichaam die healing, die groene healing, te gaan geven. Wat verder nog? Ja, kan je natuurlijk ook altijd contact opnemen met mij als je een healing wenst of als je ondersteuning wenst. En ik zal de komende dagen ook meer technieken en visualisaties voor healing delen. Naar gelang ik daartoe geleid word. Wat bedoel ik daarmee? Ik heb heel veel ideeën, maar die zijn niet altijd hetgeen dat het meeste nodig is op dit moment. Dus ik stem af op mijn gidsen. Ik krijg vaak ook boodschappen. Daar is deze video onder andere één van. En dan maak ik een visualisatie of een healing of wat dat er eigenlijk op dat moment volgens hen nodig is. Dus mocht je daarvan op de hoogte willen blijven houden, druk op subscribe of like of whatever. En dan krijg je een notificatie. Zo, mocht je nog vragen hebben of ondersteuning nodig hebben, twijfel niet, contacteer me. In het boxje hieronder kan je ook zien op welke manier je dat kan gaan doen. Ik ben even aan het opschrijven dat ik inderdaad die zinnen moet meedelen. En dan het linkje. Anders vergeet ik dat zo dadelijk. Wat wil ik nog mee zeggen? Ik ga de komende week ook een visualisatie plaatsen. Waarbij dat we eigenlijk ons energiesysteem gaan loskoppelen van het 3D-grid die rond de aarde nog zit. En zodanig dat we eigenlijk ons energiesysteem kunnen gaan koppelen aan de 5D-energie. Dus dat is nog iets dat ik wil meegeven, zodanig dat je er ook al bewust van bent. En dat je eigenlijk energetisch gezien al kan beginnen meeliften op die verschuivingen. Zo, dat was het voor nu. Mocht je vragen hebben, mocht je ondersteuning nodig hebben, je kan altijd je vragen onder elke video plaatsen. Of als het persoonlijk is, stuur me gewoon via de website een mailtje. En dan zie ik jou in een nieuwe video. Dag!